is heel lang geleden dat we weer een nieuwe Science Experiment hebben gedaan. Maar nu gaan we het toch weer een keer doen. Vandaag gaan we weer een Science Experiment doen. Yay! Yeah! Misschien gaan we volgende week weer een Papa Passion video maken. Of we gaan weer een experiment maken. Maar dat weten we nog niet. Misschien komt er wel helemaal geen video volgende week. Want we zijn midden in een verhuizing. Ja, en het is dan heel druk. Maar we zijn in ieder geval snel weer terug. Ja. Oké, voor het experiment voor vandaag heb je het volgende nodig. 2 dezelfde glazen. Een rode wijn. Water. In een vrij stevig stukje plastic. Het is heel handig voor dit experiment om iets van een bord onder te leggen. Vul als eerste een van de glaasjes helemaal vol met wijn. Het glas moet echt zo vol zijn dat het over de randje gaat. Kijk maar. Het andere glas, daar doe je hetzelfde mee, maar dan met water. Nu komt het moeilijkste. Je moet het plasticje op het water leggen. En daarna ga je het water omdraaien. En daarna op de wijn zetten. Het is handig als je vraagt of je papa en mama het doen. Goed. We doen even een ander plasticje. Het is niet helemaal goed. Maar ja, we gaan het toch proberen. Dan schuif je het plasticje een heel klein beetje op. Dat is een opening tussen de 2 glazen staan. En moet je dan eens kijken wat er gebeurt. Het is niet helemaal gelukt, maar beneden moet helemaal water overblijven en boven alleen maar wijn. Dus eigenlijk is het totaal mislukt. Dat komt omdat wijn en water een andere dichtheid hebben. Maar we gaan het nog een keer proberen met deze glazen. Geluk, maar je ziet wel dat in de bovenkant meer wijn zit dan in de onderkant, want deze is donkerder. Nou, Florian, het is wel een beetje jammer. We zijn net terug met een nieuwe experimentvideo. Is het weer niet gelukt? Wacht eens even. Ik weet nog wel een leuk experimentje. Welke? Vertel! Wat hebben we eigenlijk gedaan, Florian? Dit is verdwijnzalf. Verdwijnzalf? Wat is dat? Verdwijnzalf, als je dat ergens opsmeert, dan verdwijnt het. Papa! Oh nee, Florian. Wat moeten we nou zeggen wat dat spul is? Dan zeggen we gewoon scheerschuim. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou voor troep in de keuken? Ja, we hebben een experiment gedaan. Staat er nou wijn? Ja, het is niet helemaal gelukt.
Ja, ik zit zelf ook met een probleempje, dat zie je denk ik wel. Ik wilde me vanochtend gaan scheren, maar mijn scheerschuim is helemaal op. Oh. Jij weer zeker slijm zitten maken. Ja. Dus ja, nu heb ik echt een probleem. Ik kan me dus niet scheren. Hé. Hey. Wat is dat nou? Een scheerschuim. Hé. Hey. Dat is heel erg fijn. En het ziet er ook wel uit als hele lekkere scheerschuim. Mag ik een heel klein beetje proberen? Ja, natuurlijk. Mijn hoofd! Mijn hoofd! Nu ben ik pas echt een leeg hoofd. Dit was een van onze slechtste experimenten en een van onze slechtste special effects met papa's hoofd. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Nou, eigenlijk is het bedtijd, maar we hebben nog twee andere glaasjes gevonden. En we denken dus dat we misschien wel met deze lukken. Dus we gaan het gewoon nog één keer proberen. Bedtijd, jongens.